leden van de rechtbank. Op woensdag 13 april 2011 heeft zich in Buffalo een aantal zeer ernstige, dramatische gebeurtenissen voorgedaan. Het leven van veel mensen is door die gebeurtenissen drastisch veranderd. De rechtsorde in het anders zo rustige Buffalo, waar volgens een aantal bewoners eigenlijk nooit wat gebeurt, is die avond ernstig verstoord en geschokt. De laatste weken wordt er steeds gesproken over de schokken in Noord-Groningen. Maar de schok van 13 april 2011 was veel heftiger en dreunt nog steeds na. Bij de direct betrokkenen en bij de inwoners van Buffalo. Buffalo was toen wereldnieuws op een manier die ze nooit hadden verwacht.